Jeremy Bokila, de bekerwedstrijd tegen Sparta-Nijkerk. Nou, één ding staat vooraf vast. Er gaat een Sparta door. Maar jullie hopen niet dat het Sparta-Nijkerk is, maar gewoon Sparta. Ja, natuurlijk hopen dat het Sparta wordt. Ja, Sparta-Rotterdam dan. Maar ja, het is natuurlijk geen makkelijke klusje. Want je weet natuurlijk wat je kunt verwachten van zo'n club. Die zullen deze kant op komen voor motivatie. Dus ja, wij moeten dan deze streep doortrekken wat we afgelopen zondag hebben gedaan. En dan moet het goed komen. Dus ik heb volle vertrouwen in. Maar normaal gesproken mag dat geen probleem zijn tegen amateurs, hè? En zeker niet omdat jullie thuis spelen. Nou, dat weet ik niet hoor, want je ziet ook best wel veel teams die van amateurs verliezen. Dus de amateurs die kunnen, ja, voor lastige voetbal zorgen. En wij spelen dan thuis. Dus mensen verwachten dat we winnen. Wij verwachten ook wel dat we gaan winnen. Maar ja, het wordt natuurlijk geen makkelijke klusje. Ja, in de vorige ronde hebben jullie ook amateurs getroffen. Montfort, een topklasser. En toen hadden jullie eigenlijk heel weinig problemen. Nou ja, als je kijkt in het begin, kwam er wel aardig soms in de problemen. Maar ja, dan hebben we de wedstrijd goed naar ons toe getrokken en gewoon goed uitgespeeld. Dus ik hoop dat het nu ook weer zo wordt, dat we de wedstrijd naar ons toe trekken. Maar dat we gelijk vanaf de eerste minuut zeg maar, de baas zijn in ons eigen huis. Dus. Ja, en in die wedstrijd bij Montfort was jij de grote man. Je wist veelvuldig te scoren en zeker nu jullie ook weer tegen amateurs spelen, kan je wel eens voorlopig even topscorer zijn in het bekerklassement. Ja. Dat is natuurlijk wel goed voor je vertrouwen als je 4 keer kunt scoren. Maar ja, het gaat erom dat we winnen. Ja, Het voelt wel altijd goed aan om te scoren. Ook als het amateurs of Eredivisie of Jupiler League. Het voelt wel altijd goed om te scoren. Dus ja, ik ga gewoon morgen doen waar ik goed in ben. En kijk wat het uitpakt. Ja, je weet het nooit, hè. Met een beetje een gunstige loting zou je zomaar redelijk ver kunnen komen. Leeft dat ook zo bij jullie? Dat jullie misschien wel eens ver kunnen komen dit jaar? Ja, op zich. Ja, onze doel is zeg maar deze ronde behalen. En kijken waar we dan terechtkomen. Ja, we concentreren ons echt ook op die beker en ook in de competitie. Dus ja, we hebben echt een doel gesteld dat we aan het eind seizoen willen behalen. Dus het moet lukken. Ja, de laatste week hebben jullie dan de wedstrijd gewonnen. Makkelijk, 4-1 tegen Go Ahead Eagles. Is het lek boven? Lek boven, ja. We hebben natuurlijk gewonnen, ja, maar ja, het voelde gewoon goed op het veld. We waren in ons eigen huis waren we de baas. Dus. Ik hoop dat we die streep door kunnen trekken, dus het is dat elke keer afwachten. Ja, jij maakt een goede goal tegen de Go Ahead Eagles. Is het ook weer een bevrijding voor je? Ja, bevrijding. Ja, het was een bevrijding voor ons allemaal dat we gewonnen hebben. Dus ja, dat je een goal mee kan pikken, dat voelt natuurlijk extra lekker. Dus ja, bevrijding dat we 3 punten hier hebben kunnen houden. Ja, je bent sinds augustus ben je hier nu Spartaan. Hoe vind je voor jezelf dat het met je gaat hier? Ja, was natuurlijk in het begin wel even wennen. Dus weer spelen en alles. Minuten maken, 90 minuten volhouden. Nieuwe ploeg. Dus ja, maar langzamerhand gaat het wel goed. Dus we begrijpen elkaar ook nog wel beter op het veld. En ik ben goed op weg naar mijn oude niveau. Dus ik heb er volle vertrouwen in.